Anette, jy is nou op terrasbaai. Hoe het dit so ver gegaan met jou? So ver het dit goed gegaan. Dit het my 7 dae gevat om hier te kom. En het so 6.5 dae. Het was 12 uur te middag of so. My voete voel goed en my kop is nog sterk. En my voorrade hou. En het is natuurlijk verskrikkelijk lekker om hier te wees. Om te kan net aansit en een heerlijke ete te geniet. En vanavond in een sagte bed te slaap. Ons het jou nou langs die pad getreed, ek stap het hier nou toe. Wat is jou grootste probleem so ver? Mijn sover was, wat ek rarig kan sê, is ek het voorbereid om in sand te stap. En ek het nagelaat om te, jy weet, voor te bereid op harde oppervlak wat ek toe dus ver geloof het. So, die eerste 3 dae het ek rarig ernstige blaasig gekry, wat ek elke aand moest drein, met nagelgare en dit nou net skoonmaak. So dit was my eerste en my grootste probleem eindig. Verder kan ek nie sê, behalwe vir die hitte dier die dag, en natuurlijk in die aand het dit so 3 aande, van die 6 aande het gereen. Maar verder kan ek nie sê nie, ek dink my grootste probleem lê noord van Terrasbaai. As ek nou eerst die dit op die sand gaan en leeuws en daai type van uitdagings moet vind. Jy het nou genoem van die leeuws, jy het ook vir ons langs die pad gesê, jy is bekommerd door die leeuws en hyenas en die gehoek. Hoe berei jy voorraad voor? Wat gaan jy maak met die leeuws en die hyenas? Kijk, daar is eindelijk min wat my zaamklein kan doen, maar ek het contact gemaakt met dokter Philip Stande, wat al vir die laatste 15 jaar na was om doen oor die leeuws, die specifieke woestijn leeuws. En hy het my een van die leeuwkraal gegee. So hy kan my trek, as hy nou net in die omgeving is, want hy moet so 10 kilometer van my al wees, en dan kan hy sien waar ek is, en hy kan sien waar die leeuws is specifiek, en so dan sal hy vir my kan sê, die dit hulle is 3 kilometer van my af op so, maar op die oomblik is hulle by die boerenpapier, en hulle is by, ja, daar is 2 leeuwwyfies blijkbaar met kleinkies aan die kus, so hulle is nie binnenland nie, hulle is wel by die kus waar ek in weer, so dit is bietjie van een bekommernis. Hoe lang gaan jy nou nog op Terrasbaai blijf voor jy verder stap? Ek slaap vanavond hier en ek gaan morgen aan die slaap zondagochtend. Dit is my verjaarsdag, die 3 april. Dan gaan ek uit, ek in die woestijn wees, alleen. Baie geluk met jou verjaarsdag zondag en ons loop jy stap suksesvol verder, sonder probleme. Baie dankie, dit is lekker.